Hallo, welkom bij Draadje Los. Ja, deze keer, het zal niet zo'n lange filmpje zijn, maar ik vond het toch leuk om het jullie even te laten zien. Het maken van een kaarsje van bijenwasplaat. Ik was, ja, tegen de tijd dat jullie dit zien, is het al een poosje geleden, maar het was hartstikke mooi weer, de laatste mooie zomerse dag. Op zondag, en dat was in Blaricum de dag van het werkpaard. Wij waren er nog nooit geweest, gingen daar eens even kijken. Dat was ontzettend leuk. Allerlei oude ambachten over het boerenleven van een eeuw geleden. Dus je zag dorsen, er zat een vrouw met een spinnenwiel. Ze had een soort oud winkeltje nagemaakt en van alles en nog wat. Was heel leuk. En ik heb daar ook wat van in mijn draadje laten zien. En er stond dus ook een kraampje met honing en andere bijenproducten. En dus ook met kaarsen gemaakt van bijenwas, gegoten kaarsen. Maar ook gerolde kaarsjes en pakketjes om ze zelf te maken. En ik dacht, nou, ik neem zo'n pakketje mee, dat vind ik leuk. Want je kan dit soms ook wel in hobbywinkels, maar ook op allerlei andere markten met. Ik zie dat het plastic een beetje glimt, ik haal het er even af. Allerlei markten met ambachtelijke dingen en honing en dat soort dingen vind je dit ook wel eens. Of bij een imkerij hebben ze dit soort dingen ook wel eens als dat te bezichtigen is. En ik dacht, nou, stel dat je dat een keertje ziet en nee, je denkt, wat moet ik ermee? Ik denk dan, heb je dat eens gezien? Want dat is eigenlijk heel leuk om te doen. Dit kan je ook heel goed met kinderen doen. En het is vrij eenvoudig. Ik maak dit even. Ik zet hier even een zwaardje in, want die bijenwas, die kleeft een beetje. En dat moet ook, want anders kan je er geen kaarsje van rollen. Maar het kleeft ook aan plastic, dus ik knip het even open. Oh, en ik vind dat dus heerlijk ruiken, bijenwas. De meningen zijn daar een beetje over verdeeld, maar ik vind bijenwas echt lekker ruiken. Nou, wat zit er in dat pakketje? Ik heb nu een groot, je kon ook een kleintje. Die was de helft van dit. Maar ik dacht, ik doe een grote. En dan zitten daar twee plaatjes bijenwas in. En twee lontjes. Kijk, die plaatjes. Er zit ook een honingraadmotiefje erin gestanst. Nou, je moet wel zorgen dat je minstens op kamertemperatuur werkt. Want dan is die was een beetje soepel. Dus niet in een hele koude ruimte, want dan zou het breken. En nou, je neemt dus zo'n lontje en dan kan je daar een kaarsje van zo'n plaat rollen. Je legt het dus zo neer en dan rol je dat op tot een kaarsje. Maar ik zag ze ook, en dat vond ik eigenlijk nog leuker, kaarsjes die schuin toelopen. En daarvoor snijd je zo'n plaatje was schuin door en dan rol je van de brede naar de korte kant. Dus dan leg je je lontje aan de brede kant. En dan rol je het zo op en dan naar beneden toe. Loop naar links toe in dit geval. Loopt dat schuin af en dat is dan de brede kant van je kaarsje. En toen dacht ik, dan kan ik vier kleine kaarsjes maken. Dat vind ik eigenlijk leuker nog. En toen zei ze, maar dan zit er niet genoeg lont bij. Zal ik nog even een lontje voor je erbij knippen? Dus ik kreeg deze er extra bij, zodat ik vier kaarsjes kan maken. Nou, ik heb hier mijn snijmat en een mesje en een liniaal, zodat ik het schuin door kan snijden. En het is heel eenvoudig, maar toch wel leuk om even te laten zien. Nou, hier twee waskaarsen om zelf te rollen. Bijen maken was met hun wasklieren. Dat noem je waszweten. Het zijn voornamelijk de jonge bijen die de was maken. Met de was bouwen ze kamertjes om bijen in op te kweken of om voedsel in op te slaan. Door het intensieve gebruik van de was door de bijen wordt het na verloop van tijd een beetje vies. Dat kun je zien aan de donkere kleur. Als de cellen leeg zijn, haalt de imker de was uit de bijenkast. De was wordt gesmolten en schoongemaakt. Van de schone was worden vellen gegoten met een zeshoekig patroontje. Elk zeshoekje wordt de bodem van een nieuw kamertje. De bijen moeten zelf met nieuwe was de wanden van de kamertjes maken. De meeste vellen worden op houten raampjes bevestigd en weer in de bijenkast gehangen. Maar je kunt er ook kaarsen van rollen. Hoe je dat moet doen, dat staat hierop.
Dit is dus zo'n bijenwasplaatje met zo'n honingraadmotiefje. Nou, dat wordt dan inderdaad in zo'n raampje gemaakt. En dat motiefje, dat komt dus iets omhoog. Maar die bijen maken dat dus nog hoger, vullen dat verder aan omhoog, zodat ze dat weer kunnen vullen. Nou, ik vind het echt lekker ruiken. Leg de was met de korte kant naar u toe. Leg de lont op de was vlak bij de rand van de korte kant, dat is dus hier. Laat de lont aan één zijde uitsteken, dat is natuurlijk hier. Dat wordt de bovenkant van de kaars. Rol de was strak en recht om de lont heen. Rol verder en duw het eind van de was zachtjes vast op de kaars, zodat de was zichzelf niet meer kan afrollen. Bevestig de kaars op een stevige brandveilige kandelaar, gemaakt van was uit eigen imkerij. Nou, imkerij, Imbus. info@imbus.nl in Laren. Hier is een QR-code. Ik heb hem niet getest, maar even kijken, ik zit tegen het licht in te kijken. Mocht je een screenshot willen maken van die imkerij, misschien, ik kan me voorstellen dat die te bezoeken is, dan kan je dat nu doen. Maar ik zei het al, ik ga die wasplaatjes schuin doorsnijden en dan maak ik een taps toelopend kaarsje en dan haal je er dus twee uit zo'n plaatje. Ik heb even mijn snijmaatje gepakt. Als het goed is, past het er precies op. En ik leg de liniaal in de lengte. Is het in beeld? Ik leg het even zo neer, want dan kun je het wel zien. Ik leg hem in de lengte van de ene hoek naar de andere hoek. En ik snijd hem precies door midden. Ik doe dat gewoon met zo'n huistuin- en keuken afbreekmesje. Dus ik probeer dat zo netjes mogelijk te doen. En ik snij door het wasplaatje heen. Nou, dat is fijn, liniaal. Het is zo, ja, een beetje stroef en kleverig, dat je liniaal een beetje vastplakt. Dus die kan eigenlijk niet verschuiven. Dat is wel handig. Ja, hij zal door. Ik zie het kleeft. En dat maakt ook dat je ook een goed kaarsje ervan kan rollen, want het plakt aan elkaar. Nou, ik pak nu een lontje en ik leg dat hier, dit wordt de bodem. Ik leg dit met de bodem gelijk. En ik probeer hem even plat te leggen, want ik denk dat dat het wel makkelijker maakt. Het is een plat lontje. En dan plak ik dat vast even een beetje vast. Zo, ik duw het een beetje vast. En nu ga ik rollen. Het eerste stukje zal misschien even lastig zijn. Kijk, hier steekt hij dus uit, hè. Het eerste stukje zal even lastig zijn, denk ik. Ik denk dat ik het beste gewoon even eerst een beetje omhoog kan vouwen. Zodat ik het lontje ook een beetje erin kan plakken. Kijk, zo plak ik het een beetje vast. En nu ga ik hem oprollen, heel voorzichtig. Iedere keer een stukje. Ik begin denk ik maar in het midden. Kijk, hoe dikker die wordt, hoe makkelijker het te hanteren is natuurlijk. En ik ga gewoon zo van links naar rechts en weer terug. En ik rol hem steeds een klein stukje verder. Kijk, nou komt hij. Plak natuurlijk ook een beetje aan de ondergrond vast. Ik zou me kunnen voorstellen, maar dat heb ik hier niet bij de hand, dat het wat makkelijker loslaat van de ondergrond als je er een stukje bakpapier onder legt. Maar goed, het gaat wel zo hoor. Kijk, en die was, die kleeft dus aan elkaar vast. Dus dat kan ook niet zo snel meer los. Wat ik wel moet proberen, is om hem zo recht te rollen dat de onderkant zo recht mogelijk blijft. Krijg je nooit voor 100% voor elkaar hoor. Hoeft ook niet. Maar je doet het zo netjes mogelijk. Kijk, nou wordt hij wat steviger.
En wat groter, dus dan kan je hem ook wat beter hanteren. Moet wel in beeld blijven natuurlijk. Hij gaat nog steeds redelijk recht hier. Kijk, en doordat hij korter wordt, wordt hij aan de onderkant natuurlijk breder. Nu gaat het een beetje scheef, dus ik probeer dat een beetje te herstellen. Lukt dat niet, dan laat ik het gewoon zo. En het laatste stukje duw ik even goed aan. Je zou dat nog een klein beetje hier en daar ook vast kunnen duwen, maar het moet wel een beetje in model blijven. Dus ook niet te veel eraan duwen en doen. Ik vind hem mooi. Ik doe hier niks meer aan. Nou, hoe leuk is dat? Een kaars. Nou, ik ga de andere drie ook nog even maken. Dat vind ik wel leuk. En dan laat ik zo meteen zien hoe het geworden is. Kijk, zo ziet het er aan de onderkant uit. Nog een beetje lucht tussen, maar het plakt goed genoeg dat dat wel blijft zitten. En in een kandelaartje. Nou, ook als je het brandt, ruikt dat heel lekker. Het heeft een, ja, een beetje, ja, ik vind het altijd een beetje een hele natuurlijke geur hebben. Ik vind dat heerlijk. Nou, een echt waskaarsje. Hoe leuk is dat? En, nou ja, je haalt er dus twee uit zo'n velletje. En dan heb je toch een hartstikke leuk cadeautje. Ik vind dat echt leuk. Ik denk dat ik deze even ietsje verder van de kant af leg. Want dan kan ik het eerste stukje even dubbel vouwen. Ik heb een beetje blauwige nagels. Ik ben op school met verf aan de gang geweest. Ik vouw het er even overheen. Misschien dat dat makkelijker gaat. Dat je het eerste stukje alvast een beetje vastgeplakt hebt. Niet te hard duwen, want dan breekt het. En ik ga weer even verder. Het eerste stukje is het lastigst. Nou, zal ik de camera maar even door laten lopen? Kijk, dit is nu een beetje plat, maar dat is op zich niet zo erg. Ik kan het een beetje in model duwen. Maar nogmaals, niet te hard, want dan breekt het. Zo'n honingraadstructuur is natuurlijk ook voor de stevigheid. Ja, dus eigenlijk wil het niet zo heel erg graag opgerold worden. Dus je moet er best even een beetje kracht zetten. Ja, dat is ook weer een groot woord. Maar het is niet zo dat je het even zo hup. Je moet echt wel een beetje duwen. Nou, en dan zo rustig aan rollen we hem op. Kijken of hij een beetje recht blijft gaan. Aan de onderkant. Nou, zo makkelijk is het. Hier gaat hij een beetje scheef. Kan kijken of ik dat nog beter krijg en anders laten we het lekker zo. Je kan het een heel klein beetje uitrekken, plat duwen, dan plakt het vast. Nou, hoe leuk is dat? Met z'n tweetjes in een mooi plasticje. Met een leuk strikje erop. En je hebt een hartstikke leuk cadeautje. Is toch leuk? Nou, het was kort, maar krachtig denk ik. Nou, die andere twee maak ik nog even buiten beeld. Maar ik vind het heel erg leuk. Dus, mocht je ooit eens... met kinderen of kleinkinderen bij een imkerij zijn of bij zo'n evenement als waar wij geweest zijn. Je hebt ook wel veel in plattelandsgebieden. Kijk, Blaricum was natuurlijk ook van oorsprong echt een plattelandsdorp. Hè. Maar zeker in het oosten van het land, de plattelandsgebieden, daar heb je heel veel van dat soort evenementen ook. Oogstfeesten, dat soort dingen. En daar vind je dus ook heel vaak imkers of dingen met bijen, met honing, met bijenwas, kaarsen. Vaak ook, dat zag ik daar niet. Maar als ik dat tref, dan neem ik altijd een stukje mee honingzeep. Vind ik heerlijk.
Maar dan kan je dit dus treffen. En zeker met jonge kinderen of kleinkinderen. Neem eens zo'n pakketje mee. Heel duur is het niet. Zeker die kleinere, dat is heel betaalbaar. En heb je toch even wat te doen. Is hartstikke leuk. Kan je meteen kijken van hoe gaat dat nou eigenlijk met die bijen. En hoe maken ze dat dan? Zoek je, Google je even een filmpje van hoe bijen dat maken. Nou, is toch leuk? Goed. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Het is weer eens iets totaal anders. Maar wel ambachtelijk. En ik hou ervan, dat weten jullie. Dus als je het leuk vond, geef even dat duimpje omhoog. In ieder geval voor nu. Bedankt voor het kijken. En misschien tot de volgende keer. Doeg!